Goedemorgen Mike, met Wil van Elf van het programma Delsbouw. Dag Wil, goedemorgen jongen. Hoe is het weer daar in Spanje? Ja, het is goed hier. Het is een lentedag. Het is al een paar dagen een beetje de temperatuur het oplopen. We mogen niet mopperen. Nou, wij zitten hier op 14 graden momenteel in Drenthe dan, hè? Ja. Nou, dus, vergeleken bij de afgelopen weken is het een heel stuk beter geworden natuurlijk. Ja, het wordt ook beter, maar een beetje wat lemmen is natuurlijk. Ik heb ook maar ziek gelegen met griep, dus al die ellende ook nog, hè? Ah ja, nu gaat het beter. Ja, nou, fantastisch op het moment. Ja, Mike, de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege die nieuwe single Denk Nog Een Keer Aan Mij. Ja. En wederom weer een mooi nieuwe single geworden. Ja, inderdaad. En ik zeg het dan, ik zit nou bij jou op de radio. We zitten, kijk, 8 april, ik heb alles uit, even af moeten zeggen, omdat ik natuurlijk ziek was. Ja. Maar 8 april, daar zitten we bij TVU live in België. Aha. Ja, dat is ook leuk, hè? Dat is een andere koek. Dat is een andere koek. Nou, radio TV Talpa, die heeft ook interesse, maar ik moet nog even wachten, dan hoor ik 21 maart. Ja, dat is toch... Eigenlijk voor jou, in het bijzonder, even voor de luisteraars duidelijk maken natuurlijk, jij doet veel in eigen beheren en dan is dat toch ergens toch een waardering prestatie, want de anderen die worden veel al geholpen door. Ja, nou ja, ik heb dan van mijn grote jongens gehad, Mike, je doet het verkeerd, je moet hem niet digitaal uitbrengen, nou dat hebben we dan gedaan. Ja. En dan weet je dat zelf al, dat wordt dan bij de Sena wordt dan gedit, er staat met een barcode komt erop. Ja, boom, af, klaar. En de rest is gewoon maar afwachten. Ja. Maar jij bent in Drenthe, maar jij bent een geboren Rotterdammer. Ik ben een geboren Rotterdammer, jongen. Ja. hoe ben je naar Drenthe verzeld gekomen? Ja, dan ga je trouwen en dan krijg je dat, hè. En het vrouwtje wil dus niet gaan wonen in Dordrecht. Of in Rotterdam, dat wil ze niet. Nee. Het is echt de Drenthe, hè. Ja. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. En in Rotterdam is je geboren en uiteraard natuurlijk was jij vroeger of en van Litouwers, dat kan niet anders natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik heb mijn beat met Leen samen in de band gespeeld. Ik ben gitarist geweest, hè? Dus we kennen elkaar heel goed. Heb jij de Leen, dus Litouwers Leen, toen in het begin jaren meegemaakt? Ja, die heb ik zeker in het begin meegemaakt. Ja? Ik ben gitarist, ik ben gitarist geweest in zijn groep. Zo, ja, dat wist ik niet. Ja, maar het was je nog onbekend, hè? Ja, ja, ja. Wanneer is jouw zangcarrière begonnen, Mike? Na de South Mix Show. Dan praat ik ver terug door Henk Huisman had net nummer de eerste South Mix Show. En toen stond Glenda Peters, die won in die finale. En ik werd nummer 2 als toen die tijd als Buddy Holly. Buddy Holly. Heeft dat toen nadien heeft dat jou iets opgeleverd of niet? Ja, dat is namelijk zeker omhoog gegaan en dat is logisch natuurlijk. Ik ben op televisie en dan krijg je dat natuurlijk automatisch. Ja. Maar ja, goed, ik had dat vroeger al tweede stem gedaan natuurlijk in de band. Ja. Nou, ik ben DJ geweest en met de drive-in shows en zo. En, nou, dat maakt allemaal niks uit, maar je groeit toch naar dat systeem. Ja, ja. En eigenlijk door onze grote Wil, ik praat over van Radio Noordzee. Ja, die gek die zegt tegen mij van, joh, waarvoor neem jij geen zanglijst, je hebt een goede stem. Ja, ze houden me erop. Nou, en zo ben ik erin komen rollen. Nee. Het was een andere tijd als nu, hè? Ja, het is heel slecht op het moment. Kijk, we luisteren wel, ze zitten overal, kan je terecht bij een bureau of een management. En dan betaal je zoveel geld bij je kwijt en wat doen ze? Nothing. Ja. Maar, andere kant is ook natuurlijk wat je ziet, het aanbod is overweldigend. Ja, natuurlijk wel. Iedereen die denkt dat een klein beetje kan zingen en dan goed, dan bezingen ze en dan heb je dat. Ja. En morgen dan staat bijvoorbeeld, geef maar een voorbeeld, morgen sta ik te werken voor €500. Ik geef me even een zijstraat en dan komt er eentje achter mij aan en die gaat naar diezelfde zaak doen. Die zegt, ja maar €500, nee hoor, ik doe het voor €200. Dan, €500 weg en €200 staat. En zo werkt het gewoon. Ja. Ja, dat is niet alleen de trend in Nederland, want dat is ook de trend hier in Spanje. Ik had gisteravond gesproken met een artiest uit België. En die is momenteel... Ja, maar ik heb in Spanje ook gezongen. Ik heb daar in, Loretta de Mar. Ja. Ja, dat was fantastisch. Ja, ja. Maar ook hier is het aanbod groot natuurlijk van artiesten. En aan de andere kant is het in Spanje zo dat... Ja, Benidorm loopt ook niet meer.
Nee, want de live optredens die zijn beperkt. Je mag maar tot 10 uur s'avonds zingen. Nou, maar daar heb je toch. Dus dan is het... Na 10 uur beginnen het feest pas. Ja, dus... Mike, ook, jij hebt ook al een paar albums uitgebracht, hè? Wat zeg je? Ik heb het verstaan, ja. Zeg, je hebt ook al een paar albums uitgebracht. Ja, ik heb albums uitgebracht, inderdaad. Even kijken, er zijn er 7 albums uitgebracht. En iets van 7 singles. Dat toch allemaal veel in eigen beheer? Ja, ik neem mijn petje af. Ja, natuurlijk. Ze noemen mij in Rotterdam, noemden ze mij nog steeds de Rotterdamse Koos. Omdat ik daar altijd in die café maar Koos Albers. Yeah. En dan ga je schrijvers leren kennen. En ik heb er een paar gehad, een hele goede. Vind ik persoonlijk, is Ben Rondhuis. Yeah. En nou, die had vertrouwen in mij. En die heeft voor mij toen alles geschreven. Yeah. Nou, dat schrijf die afscheid heeft hij van mij gedaan, hebben we dat opnieuw opgenomen. Nou, dat is een papimento uit het Surinaams, is dat vertaald. Ja, het Nederlands, het heet dan afscheid. Mm-hmm. Nou, en daar scoor ik mee in Suriname, het is ongelooflijk. En in Brazilië wordt die volop gedraaid, in Suriname wordt die volop gedraaid. En wordt nog steeds gedraaid. Nou, ja. Een ding is al 68, ja, in de buurt. En ben je dan ook een keer naartoe geweest voor een optreden of niet? Ja hoor, we zijn wel lekker bezig en van april gaan we weer starten. Tenminste, 25 maart gaan we weer starten. Ja. Dat is de planning dan, tenminste, als alles een beetje mee zit, een beetje lucht hebt. Maar dat gaat redelijk goed weer. Nou, en dan is 25 maart, dan sta ik dan in Marhezen. En dan natuurlijk uiteraard 8 april. En dan zit ik in België. Hè. Ja. Ik moet even tussendoor, Mike, even een groetje doen voor jou van een luisteraar die meeluistert. En zij woont momenteel in Florida, Amerika. Het is middernacht, luister maar. Dat is Hedde Thompson, die is geboren in de Oranje Boomstraat in Rotterdam. Ja, klopt, maar ik heb een Nassauhaven. Daar heb ik ook nog gewoond. Ja? Dat is achter de Oranje Boomstraat. Ja, dat klopt. Nou, ik moet via hier het programma de groeten doen voor jou. Oké, dankjewel. Hetzelfde groeten terug. Nou, wat is het? Mike, dus nu ook weer van dat nu nummer. De tekst heb je zelf geschreven? Nee. Die is geschreven door Leo Montana. Een bekende Amerikaanse zanger die hier in Nederland woont. Ja. Het is een cover van? Ja, van Jack Jussie. Ja, dat klinkt erin. In de Stille of the Night. Ja. Maar alles is live ingespeeld met de band, hè? Ja, dat is ook weer kenmerkend dat jij een live instrumenten gebruikt, wat ook bij vele dikkers mis. Nou, ik werk altijd met een vaste geluidsman, heb ik dan uiteraard. Nou ja, nee, ik werk dan tegenwoordig met de USB-stick. Ja. Maar mijn hart, en dan nog steeds, als ik een hele goede band zou kunnen vinden die mij kunnen begeleiden, mogen ze direct contact met me opnemen en daar heb ik er interesse in. Ja. Want dat is altijd mijn laatste wens geweest, om nog met echt een keer met een band te gaan staan. Daar blijft jouw passie, hè? Zingen met een echte band op de achtergrond. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Om dan echt wat neer te zetten op het podium. Ja. Nu deze single, denk nog een keer aan mij. Eventjes in kort voor de luisteraars, waar gaat de tekst over? Nou ja, maar luister, dit is In the Still of the Night van Jack Jersey. Ik vond het zo'n prachtig mooi nummer. Nou, toen heeft Leo Montana voor mij daar de Nederlandse tekst op gemaakt. Ja. En dan uiteraard met zijn eigen band heb je dat allemaal live ingespeeld in de studio. Ja. Nou, toen was de band klaar, dan moest ik hem inzingen. Ja. Jack Jersey is voor jou ook een iemand geweest, een voorbeeldfiguur, hè? Nee. Ik heb mijn eigen sound en ik wil het publiek altijd goed vermaken. En de meeste tijd als het dan ergens staat te zingen, ik zet al het tweede nummer in met de optreden, dan heb ik de Polonaise op de vloer staan. Dus ja, dat is toch goed. Ja, dat sta je dus als artiest, dat je het publiek geniet van jouw muziek. Dat is toch heerlijk, of niet? Ja, natuurlijk, ze genieten ervan. En ik heb nooit geen klachten gehad. Ja, je hebt natuurlijk wel eens dat je in een zaak zit, dat ze echt met de handen over elkaar zitten en alleen maar zitten te kijken. Ja, dan is het zwaar werken. Ja. Nou, en tegenwoordig doe ik dan zo zeggen van, dat klinkt wat beter, zeg je dan. Nou, joh, ik kom, normaal is het dan 30 minuten, een half uurtje. Nee, wij doen nu gewoon 3 keer 20 minuten, hebben ze een uur lang, hebben ze muziek. En ze kunnen een avondvullend of middagvullend programma kunnen ze invullen. Eventjes, Mike, voor de luisteraars, als ze meer informatie willen, ze kunnen meer info vinden op jouw eigen website. Zeg eventjes de link van jouw website. Dat is www.streepje-middenin, Mike, en dan Anthony in het Engels, en dan uiteraard met de Griekse I, en dan .eu. En als je daar aan toe gaat, dan kun je... Maarten-Anthony. Ja,
www.ecoscholen.eu. En als ze daar toe gaan, dan kunnen ze al de informatie vinden wat ze graag willen weten. Ja, inderdaad. En wilt u vragen, ze stellen jou een vraag, ook op Facebook ben je ook te vinden, kunnen ze altijd iets vragen? Ja hoor, ze kunnen altijd mij op Facebook vinden, dus dat is geen probleem. Ze gaan maken Anthony en ze komen er zelf in. Wat gaan we in 2018 nog meer van jou verwachten? De bedoeling is om voor de zomer nog weer een nieuwe single uit te brengen. Ja. Maar we zijn nog hard bezig. Ik ben nog echt aan het zoeken en kijken wat voor kant dat ik op wil. Ja. Ik zit zelf een klein beetje te denken om een beetje wat country stijl erin te duwen, maar dan Nederlandse country. Ja. Jij blijft bezig, je gaat niet stoppen. Nee, ik blijf maar even doorgaan. Zolang mijn stem goed is en God geeft mijn stem, dan blijf ik gewoon doorgaan. Als het publiek mislukt, dan blijf ik doorgaan. Oké, leuk om jou weer even gesproken te hebben, Mike, hier in het programma. We gaan de single draaien. Een afsluitend woord van jou richting al die luisteraars. Dan ga ik de single starten. Nou, alle luisteraars, hartstikke bedankt dat ze geluisterd hebben. En geniet van de single. En zo hoeveel dat die gedraaid wordt, dat is aan jullie keuze. En vragen maar en wil, en die draait hem wel. Het gaat goed, Mike. En fijne zondag nog, tot de volgende keer. Bedankt. Ja, oké. Prettige dag ook verder. En bedankt, hè. Doei.